Welkom bij Kennisclip IMRD. De structuur van een wetenschappelijk artikel. Hier een voorbeeld van zo'n wetenschappelijk artikel. Dit is de voorpagina van zo'n artikel. Zoals je ziet is vetgedrukt de titel van het artikel en daaronder vind je de auteurs, de schrijvers van het artikel. Daaronder vind je de affiliatie van de drie auteurs. Hoe ziet nou de rest van een wetenschappelijk artikel eruit? Eigenlijk heeft elk wetenschappelijk artikel dezelfde structuur. Dit maakt het overzichtelijk. Alle belangrijke elementen van zo'n artikel hebben hun eigen plek, zodat het voor de lezer heel erg fijn is om te zien wat waar staat. Meestal begint een wetenschappelijk artikel met een zogenaamde abstract, een samenvatting van de belangrijkste dingen uit het artikel. De rest van de structuur is de IMRD-structuur. Inleiding, methode, resultaten, discussie. We beginnen bij het abstract. Het abstract is een samenvatting van het hele onderzoek en bevat de volgende onderdelen: de doelstelling of de onderzoeksvraag, methode, een stukje resultaten en een discussie en eindconclusie. Een abstract is heel erg bondig en bevat meestal niet meer dan 250 woorden. Een abstract onderscheidt dus hoofd- en bijzaken. Het is dan ook van belang dat de onderzoeker, de auteur, de belangrijkste zaken in het abstract. Vermeld. Dan de inleiding. De inleiding begint met het schetsen van de achtergrond. Dat kan bijvoorbeeld zijn het probleem dat zich in de praktijk, in de paramedische praktijk afspeelt. Het is van belang om bij de inleiding de interesse te wekken van de lezer en hem of haar te overtuigen van het belang van het onderzoek. Anders is het heel makkelijk te denken dat de lezer je artikel zomaar aan de kant schuift. Daarna volgt de probleemstelling. En als de probleemstelling is gedefinieerd, dan volgt op het einde van elke inleiding een doelstelling of een onderzoeksvraag. Dit kunnen natuurlijk ook meer doelstellingen of meer onderzoeksvragen zijn. De methode. De methode wordt ook wel het recept van een studie genoemd. Zoals het recept is van een kok om een bepaald gerecht te maken, zo is de methode het recept van een onderzoeker. Hierin beschrijft hij alles wat hij heeft gedaan om tot de resultaten te komen. Het gaat dan om vragen zoals wie, wat, waar en hoe. Wie waren mijn deelnemers? Wat heb ik hen gevraagd? Welke vragenlijsten heb ik hen laten invullen? Wat heb ik bij hen gemeten? Hoe heb ik dat gedaan? Waar heb ik dat gedaan? Bij de methode is het heel erg van belang om transparant te zijn. Als onderzoeker moet je de lezer zo duidelijk maken wat je hebt gedaan, zodat de resultaten reproduceerbaar zijn, maar ook controleerbaar. In de wetenschap zijn dat twee van de belangrijkste onderdelen. Daarna volgen de resultaten. De resultaten focussen zich op de uitkomsten met betrekking tot de onderzoeksvraag. De resultaten zijn dan nog een objectieve weergave van wat er gevonden is zonder deze resultaten al te interpreteren. Het is belangrijk dat de resultatensectie logisch volgt op de methode. Als je bijvoorbeeld in de methode benoemt dat je A, B en C gaat doen, is het in de resultaten van belang dat je diezelfde volgorde A, B, C Aanhoudt zodat je het de lezer zo makkelijk mogelijk maakt om je onderzoek, je wetenschappelijke onderzoek, te volgen. Op het einde vinden we de discussie. De discussie bevat een korte herhaling van de belangrijkste bevindingen, maar hierbij, in tegenstelling tot de resultatensectie, worden de resultaten wel geïnterpreteerd en vergeleken met de resultaten van literatuur die al gepubliceerd is. Je zal in de discussie dan ook heel veel referenties naar andere wetenschappelijke artikelen vinden. In de discussie zul je ook de sterke en zwakke punten van een wetenschappelijk onderzoek zien. Daarna zullen er suggesties voor de praktijk worden gegeven. Wat kan nu de praktijk met jouw resultaten? En er zullen suggesties voor vervolgonderzoek worden gegeven. Welk onderzoek moet nu volgen op jouw onderzoek? Waardoor we een nog groter stukje van die puzzel kunnen oplossen. Wat is het belangrijkste van vandaag? Dat je volgens deze structuur, volgens de IMRD-structuur, niet een artikel woord voor woord hoeft te lezen, maar je kan daardoor screenen. Als je bijvoorbeeld de onderzoeksvraag van een onderzoek wil weten, weet je, ik hoef alleen op het einde van de inleiding te kijken. Als je wil weten hoeveel deelnemers hebben deelgenomen aan het onderzoek, weet je nu dat je alleen in de methode hoeft te kijken. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.